De community HOP heeft gisteren een beroependag georganiseerd voor jongeren van leerjaar 3 tot 8. De dag was onderdeel van het project Leesbelang, waarbij kinderen op creatieve manier leren hoe belangrijk lezen is. Jongeren kunnen motivatie putten uit de ervaringen van mensen met verschillende beroepen in de samenleving. Demi Nandpoe, projectcoördinator, benadrukt dat de beroependag jongeren moest tonen hoe belangrijk lezen is bij de uitoefening van een beroep. We krijgen meerdere inzichten van de verschillende beroepen die de maatschappij heeft en ook de arbeidsmarkt. En ook om te kijken welke competenties passend van hunzelf passend zijn bij de beroepen. Op de beroependag waren volgens Marcelino Geldorp, vrijwilliger bij de Community Hub Suriname, mensen uit verschillende disciplines vertegenwoordigd. Zij hadden de taak om zo kindvriendelijk mogelijk het belang van hun beroep over te brengen aan de jongeren. De organisatie biedt de gelegenheid om gasten, dan heb ik het over de mensen die er zijn vandaag, artsen, make-up artist, we hebben de heren van Snake Patrol, die mogen hun info zo kindvriendelijk mogelijk overbrengen naar de kids van de buurt. Vandaag op de Career Day sta ik hier als kok. Vandaag zullen we de kinderen aanleren hoe belangrijk het is om te lezen, ook in de keuken. Omdat je zonder lezen in de keuken bijna niets kan doen. Denk maar aan je recepten, de gewichten, de grammetjes. Grammetjes kunnen kilo's worden. Maar we zullen het ook hebben over keukenhygiëne. Hoe was je je handen? Hoe weet je wat chloor is? Hoe weet je wat handzeep is? Bij deze beroependag geeft de organisatie als boodschap mee aan jongeren om meer te lezen, zodat ze hun horizon kunnen verbreden en om zelfverzekerd door het leven te gaan.